Kasmiddel Dorp zit nu ruim 4 decennia in het modevak. De beslissing om te stoppen was dan ook moeilijk, maar uiteindelijk hakte hij toch de knoop door. We hebben hier 32 jaar gezeten, maar de zaak Middeldorp Mannenmode bestaat al sinds 1959. Dus dat is een begrip in Den Haag? Zeker weten. Middeldorp heeft een wat oudere klantenkring. Mannen die vaste klant zijn en een goede service waarderen. Hun vrouwen komen regelmatig voorkijken voor hun man. Nee hoor, nee, het is niet van mij. Nee. Maar ik heb toch wel graag mijn klein beetje vinger in de pap. Niet helemaal, maar het is wel leuk om te zien altijd. Kijk, een beetje dit idee. Ja. Bent u vaste klant hier? Niet een vaste klant, maar ik kom wel regelmatig. Het is prettig winkelen hier. Het gaat natuurlijk ook gewoon om de manier waarop je hier geholpen wordt. Dat is wel heel plezierig. En daar heeft Kas natuurlijk een hele grote bijdrage aan geleverd. De persoonlijke aandacht bedoelt u? Ja, zeker weten. Ja. En uiteraard heeft Kas de mode door de jaren heen zien veranderen. Wij merken dus ook duidelijk dat de oudere doelgroep vaak wat kleurrijker is dan de jongeren. De jongeren zijn meer op zwart en grijs en donkerblauw. En op jeans natuurlijk. Dat was jaren 50. Ja, klopt. Dus je merkt elke keer toch een bepaalde verschuiving van hoe men gekleed wil gaan. En ik heb ook een hele leuke. Dat is een spijkerbloem. Maar dan een nette spijkerbloem. Ja. Wat gaat u het meeste missen straks? Het contact met de klanten. Absoluut. De sfeer en alles om het sociale aspect waar je dus mee bezig bent. Dat is zeker een gemis, wordt dat. Dat weet ik zeker. Dus het zou dan eventueel de donkerblauwe worden. Ja, dat is wel leuk. Mooi stuk.